Hallo allemaal, welkom weer terug bij een nieuwe video. Vandaag ga ik naar een concert. I'm really excited en ik neem jullie mee, want waarom niet? Ja, ik ga de fit laten zien, want het is slay as fuck. Hold on, give me a sec. Dit is de fit. Streepjestrui. Ik heb een leren broek aan. Met mijn Dr. Martens eronder. I'm really excited. Ha! Ja. Oké, let's go. Ik bleef in de toekomst. Wow. Nee, maar het concert is nu al afgelopen. Ik ben al thuis. Dat zie je. En ik dacht, ik geef een beetje mijn blikken en een beetje context. Want ik heb best wel weinig gefilmd, maar ik was echt van, ik wil het moment leven en shit. Dus ik zal nu wat dingetjes delen van de reis en het concert zelf natuurlijk. Want, ja. We waren naar de bus en het was gewoon een vibe. Beetje. We gingen zo naar Rotterdam Centraal. En... ja, daar hebben we gewoon een trein gepakt, weet je, kwam prima op tijd. En het was echt heel, niet per se makkelijk te bereiken, maar het verliep soepeltjes, you know? We hebben in één keer heel veel vrienden nu. Dus, we hebben wel een groot hoofd. Maar dat kunnen we ook accepteren, it's fine. Anyway, we staan hier bij de bus, we moeten nog 16 minuten wachten waarschijnlijk. Of is het nu 5? I don't know. 1 van de 2. Kijker. Zeg het even kijken. Kijker. 15. Ah! En dan gaan we naar Zuidplein en vanaf daar naar Rotterdam en dan vanaf daar naar Amsterdam. Het wordt hele reis. Ik heb er zin. Ja, okay. Staat dit beter? Nee. Nee, dat is misschien nog erger zelfs. Maar ja, je ziet de reis zo. We daar in Amsterdam. Alleen het regende fucking hard. Nou, niet fucking hard, maar het regende in ieder geval wel genoeg. Waarvan je zit, als je daarin blijft staan, dan word je zeiknat na like 10 minuten. Dan kun je misschien iets meer. Maar dan word je nat en dat is niet chill. Dus wij dachten van, hey, wij willen eventjes niet in de regen gaan staan. So, wij gingen eerst naar een soort winkelcentrum. Maar toen kwamen we erachter dat het een soort woonwinkelcentrum is. Dus dan heb je like zin, meubels en shit. Was wel leuk om te kijken, maar in principe kan je daar niet echt iets kopen voordat je naar een concert gaat. Like dat, nee. Toen daarna gingen we, er was er zo'n patatzaakje in de buurt. En die zat een beetje verstopt in het hoekje. Alleen het was wel overdekt, zeg maar. Zo, daar zijn we dan een patatje gaan eten. En we hadden ook eten meegebracht. Net was niet heel veel, maar gewoon een beetje lunch en energy. Want ja, we leven een beetje op energy. But that's fine. Anyway, we zijn dus nu in Amsterdam. Alleen het regende fucking hard. Toch ook. Het was nu eens minder, maar net was het echt like, intens. We hebben lekker patatje gegeten en energy en shit. Dus het wordt slee. We hebben daar een tijdje gezeten en vervolgens gingen we even kijken hoe de rij werkt. Want wij waren nog nooit bij de Ziggo Dome geweest. Dus we wisten ook niet hoe je naar binnen kwam en shit. Dus wij gingen even vragen. Dus toen bleek het dat er 3 verschillende rijen waren. Je had in general admission, denk ik. Like als in gewoon de vloer, basically. En dan had je aan de linkerkant had je voor de zuidring en aan de rechterkant had je voor de noordring. Dat je er boven gaat en shit. Ja, dus we hadden dat even gevraagd. Toen merkten we dat de rij voor de noordring echt zo goed als leeg was. Maar dat komt ook omdat het zijn zitplaatsen, right? Dus je hoeft niet per se vroeg te komen. Wij kwamen gewoon vroeg omdat wij zijn mensen die best wel vaak vroeg komen voor mentale voorbereidingen en shit. Dus toen gingen wij naar... ja, zeg maar, oké, je hebt de Ziggo Dome, right? Dus je hebt een soort van U-vorm als het ware. Dus je hebt dan zo'n soort U-vorm. En dan bij het platte gedeelte, maar hier zo, heb je zo. Daar ga je naar binnen om naar de arena, vraagteken, te gaan. Naar het concertgedeelte te gaan. Waar, de zaal. En dan aan die zijkanten heb je hotels. En daar zit dan ook bijvoorbeeld een barretje of whatever. Dus mijn moeder zei, hey, wil je wat drinken? En ik zei, natuurlijk kan ik wat drinken. Dus we gingen daar zo naar binnen. En wij gaan zo zitten en besteld, weet je, whatever. Ik ben eigenlijk insane nerveus. Ik ben heel stom. Ik weet dat het stom is, maar ik kan er niks aan doen. Ja, ik heb er wel zin in, though. We zitten nu gewoon in een barretje dichtbij. Letterlijk ervoor, dat is daar. Maar ja. Ja. En op een gegeven moment
Dit is eigenlijk de meest insane story ever. Wij zitten daar en we zijn lekker warme chocomel aan het drinken. Gewoon vibes, weet je. Het is leuk. En achter ons, mijn moeder die... Tenminste, we zijn allebei... So like, we zijn erg aware van onze surroundings, right? Dus mijn moeder was van... Hey, hoor je dat ze praten Engels? Weet je, ze hebben het over lyrics en shit. Ik was van... Wat? Alleen ik wilde niet die ene chick zijn die echt like, omgedraaid gaat zitten. Omdat dat vind ik... Het valt niet lekker op mij. Dus ik was echt van... You know, like, echt, gewoon af en toe met een excuus naar achter kijken. Eerst had ik een excuus al ons drinken nog niet hadden. En toen daarna deed ik gewoon zeg maar uitrekt of zo. En het was like, een soort van semi-casual manier van kijken. Want je wilt ook niet degene zijn die constant ongedraaid zit. Dat is een beetje rude. Anyway, dus... en op een gegeven moment hadden ze het ook over de soundcheck en zo. Dus ik was van... Wat? Wat? You know, en... Toen kwamen ze dus met een taart en met like, echt zo'n sparkle ding op de bovenkant, weet je. En mijn moeder zegt van, nee, dat is sowieso een van die voorprogramma's. Want dat is sowieso Louis' crew. Like, there's no way. En ik was van, I don't know, misschien. En toen gingen we dus, we gingen dus naar binnen en daar was een stoel en zo. We gingen daar zitten. En dus op een gegeven moment komt het voorprogramma, komt op. En dus op een gegeven moment zegt van, ja... Nee, en het is mijn verjaardag en ik wil bedanken dat jullie hier bla. En ik was van, oh, dat was die gast gewoon, die zat gewoon achter ons. En ik herken hem ook eigenlijk een klein beetje, want ik keek ze naar achter en ik zag, like, ik zag die dude zitten van de Academic, de leadzanger. En ik zag hem er zitten. Alleen ik wist niet dat de leadzanger van de Academic was, maar zijn hoofd kwam bekend voor. Dus ik was echt van, hoe ken ik jou? Dat wist ik niet. Dus toen was het echt van, oh mijn god, mijn verjaardag. Ik was van, ah, dat is insane! Ja, het was fucking leuk. Het was echt, like, we zijn er. So excited. We zitten echt like, heel goed. Ik zal het nu like, laten zien hoe we er zitten. Maar het is echt amazing. En de mensen hier zijn zo aardig. Het was echt like, het was heel gentle hoe we naar binnen werden geleid en shit. Dus ik ben heel excited. Ik kan niet wachten. Dus toen vervolgens kwam de Academic op. Dat is een fucking leuke band. Echt wat leuk. Oh, ja. Thank you very much. Toen kwamen de Lathams op stage en hun, ik vond hun ook wel tof in principe. Ik was zo excited, het was echt ongezond. Ik was like, het was insane. Ik was echt van...
grappig was, er waren ook like, mensen die ik ken, like, een paar van mijn mutuals op Twitter, die waren er. Ik heb like, iemand ontmoet voor like, een schooldingetje. En diegene was er. En iemand die ooit bij mij op hetzelfde leerjaar heeft gezeten en zo. Dus het was echt zo. Ik was gekozen uit van, oh mijn god, ben jij hier ook? Waar zit je? En like, dat soort dingen. Dus dat was leuk. En ik wou het hele concert was leuk. Echt Louis' vocals waren insane. En hij zong High in California. En ik was zo blij. Dat was een van mijn favoriete liedjes op Faith in the Future. Zo. Ik wil ook gewoon van huilen op een goede manier, you know. We can go, we can take it somewhere better than where you were. I wanna be in California, smoke some weed outside in the summertime. Helaas moesten we aan het einde wel like, tijdens out of my system weg, omdat we anders de trein niet zouden halen, volgens de planning. Maar toen kwam de trein gewoon hartstikke te laat. En daardoor, ik kon dus eigenlijk wel het hele concert bijwonen, want de trein die komt te laat! Anyway. Maar we hebben wel alle treinen gehaald en we zijn veilig thuisgekomen op diezelfde avond nog. We zijn op Zuidplein beland eindelijk. Het is nu 10:50 en we gaan nog onderweg naar huis. We zitten nog een half uur in de bus zitten, dus wordt slay. Anyway, ciao ciao. Ik was moe en eigenlijk ook, hoe zeg je dat? Like, een beetje breindood, maar niet echt natuurlijk. Ik leefde gewoon nog. Maar like, ik was dat je echt zo in een haze zit of zo. Dat je zit van, dat was leuk, maar het is nu voorbij. Maar dat je nog niet 100% beseft dat het voorbij is. En wat ik wel leuk vond om te zien, though, was in dat concertdingetje. Ik kon zeg maar vanaf waar ik zat, kon ik de vloer sowieso heel goed zien. En je kon ook zeg maar, de individuele mensen zien. Dus het was niet dat je like, heel ver zat, dat je zit van, huh? You know, like. Anyway, dus ik kon mensen zien. En het was echt heel leuk. Want zeg maar, je had echt groepen mensen die gewoon met elkaar aan het viben waren. Gewoon letterlijk. En je zag gewoon hoe de muziek de mensen bijeenbracht. En ik was van, ah, ik hou van muziek. Gewoon bijzonder hoe muziek echt zo, hoe zeg je dat, bonding kan zijn tussen mensen die elkaar kennen of elkaar niet kennen. Of gewoon dat je al die mensen die daar komen voor hetzelfde doel, dat vind ik insane. En het was hartstikke leuk om te zien. En ik probeerde een stukje ervan te filmen, maar ik wilde ook een stukje van het publiek tijdens de set filmen. Maar als in mijn ogen, die zagen het wel gewoon als normaal belicht, maar mijn camera niet, nou, mijn telefoon, whatever. Die zag dat niet zo, want die maakt gewoon een stuk donkerder. En dus dat was een beetje jammer. Ik had niet helemaal kunnen filmen hoe ik wilde. Maar ik heb wel mijn best gedaan voor jullie. En natuurlijk niet het hele concert opgenomen. Maar ja, dat dus. En zeg maar, het was ook leuk. Want er stond op 3 verschillende plekken in de rij zonder muziek aan. En het was like fucking leuk. En ik wilde eigenlijk ook armbandjes like uitdelen. Of in ieder geval like ruilen. Maar praten met mensen is no-no, you know. Dus ik had wel eentje gegeven aan die vriend van mij die ik al kende via school. Maar ja, de andere niet. Maar eigenlijk mijn favoriete armbandje, mijn High in California one. Ja, die heb ik nog, dus daar ben ik wel blij mee. Maar ja, dus dat was basically mijn concert experience. Het was insane, het was fucking leuk. Ik heb geen merchandise gekocht, maar dat kon omdat ik arm was. Ik had het graag gewild, alleen ik vond zeg maar, ik vind het heel jammer. Like, onze kleur like, van Nederland is oranje. En dat is zo'n, oké. Soms werkt het. Ik vind het zelf, like als een oranje in de vibe van herfst, dat is een vibe. Maar wanneer je oranje echt als fel oranje hebt, als een like, koning Willem oranje, like, in die, like zo'n oranje, dan dat, ik zou nog liever doodgevonden worden dan dat ik die kleur aan heb. Persoonlijk, ja. En ja, het was gewoon insanely leuk. Alleen het enige is, als ik nu luister naar de muziek, of ik word gewoon zo intens blij, ik zit zo, you know. Of ik word een beetje verdrietig dat het voorbij is. Want er is ook niet iets nieuws van, oh, ik ga dan weer naar Louis, of ik ga dan weer naar een concert. Of, like, het leuke in mijn leven, en dat is een specifieke data, is nu een beetje weg. Dus ik van, maar er komt altijd weer nieuwe dingen, dus het komt allemaal goed. Dit was basically de video. Hoop ik vond je het leuk. Als je het leuk vond, mag je een blauw duimpje omhoog doen. Als je vaker wil dat ik dus die dingen doe, laat dan zeker iets achter in de reactie van, hey, vond het leuk? Of, you know, iets in de richting.
Hier kan je abonneren op mijn kanaal. Kan je elke week een nieuwe video zien. Sorry voor het minder posten tegenwoordig. Maar ik had tentamenweek. Dan, dit is mijn laatste postvideo. Als je het nu bekijkt, kan je daarop klikken. En hoop ik zie je weer terug bij de volgende video. Doei!